Vandaag is het Black Friday, Zwarte Vrijdag. En ik ben dan ook zeer benieuwd wat Hugo en Mark in de aanbieding hebben vanavond bij de persconferentie. Het woord zwart zal zeker vallen. Hugo de Jonge heeft al aangekondigd dat er stevige maatregelen genomen zullen worden. Stevige! En er moet nu hard worden ingegrepen. Hard! Stoere taal, alleen het probleem is dat er zoveel mis is gegaan bij hun aanpak de laatste maanden, dat Markie en Hugo hun gezag totaal zijn verloren. Nou moet ik ook zeggen, die twee hebben ook niet veel geluk met hun secondanten, hun helpers. Club 1, het Outbreak Management Team, het OMT. Deze week werd nogmaals duidelijk dat het onderwijs en de kinderopvang de grote besmettingshaarden zijn. Dus wat hoor ik OMT-lid en IC-baas Diederik Gommers deze week adviseren? Wat zei hij? Dat is denk ik een zware lockdown. Als je nog, en dat is inclusief de scholen, omdat ik denk als je die scholen niet sluit, stoppen je besmettingen niet. Ja, harde lockdown en dus vooral de scholen, die grote besmettingshaarden, dicht. Duidelijke taal dus vanuit het OMT. Didi zelf zei het. Advies scholen dicht, strik erom en zo afgeven bij Markie en Hugo. Dus hoe luidde het OMT-advies gisteren? Het OMT adviseert het kabinet om alle scholen open te houden, ook de mbo's, hogescholen en universiteiten. Wow, OMT, in één week twee totaal tegenovergestelde adviezen. Ja, dat helpt het cynisme wel temmen. Tuurlijk, laten we de brandhaarden openlaten en plekken waar vrijwel niks gebeurt, ik noem maar eventjes de theaters, sluiten. Super logisch. Club 2, de burgemeesters. Dat zijn ook niet allemaal grote lichten, hoor. Weet je nog vorig jaar dat carnaval in Brabant toen een grote katalysator was van de besmettingen? Dus, wat doen we dit jaar in Brabant? En intussen is om 11:50 vanochtend in Brabant en Limburg het carnavalseizoen gewoon van start gegaan. In Limburg zijn de grootschalige feesten door de vele besmettingen afgelast. Maar in een aantal steden in Brabant gaat het allemaal wel door. Gek, hè, dat deze week in Den Bosch de besmettingen enorm zijn gestegen. Allemaal stonden ze boven op elkaar op de 11e van de 11e in de straatjes van Oeteldonk met toestemming van de burgemeester. Want hey, Brabant heeft een traditie hoog te houden waar het gaat om de besmettingen tijdens carnaval. Niet zeiken nu. Het uitgelekte OMT-advies voor een lockdown van 2 weken lijkt op de meeste mensen hier weinig indruk te maken. Nou, weinig was 2 weken geleden nog zacht uitgedrukt, als je de feestvierders moest geloven. Maar daar hebben we vandaag geen last van, want vandaag gaan we feesten. Nou komt het toch aan, of vandaag een feest of niet. Maakt niet uit, vandaag gaan we genieten. Hé, hey, als wij maar genieten, fuck de zorg en alle andere branches. Wat was nu even belangrijker in Brabant? Wat ga je doen vandaag? Ja, heel veel bierzuipen. Wat nou, code zwart, lekker bierzuipen. En dan is er nog nummer 3 die niet meewerkt. De techniek. Dat goed gerunde topbedrijf PostNL. Ja, de stijlvorm is cynisme. Had weer eens een storing en daarom kregen bejaarden de uitnodiging voor de boosterprik niet. Maar de grootste technische mislukking moet toch wel de coronamelder-app zijn. De app die je zou waarschuwen als er een besmet iemand in je buurt is. Die werkt prut met peren, bleek deze week. En Rolf die heeft een vraag over de coronamelder. Die heeft vanaf het begin al die app op zijn mobiel, maar nog nooit heeft hij een melding ontvangen, terwijl hij toch een normaal sociaal leven heeft. Sterker nog, een arts, let op, die dagelijks werkt met coronapatiënten, had de app ook. En bij hem was hij ook nog nooit afgegaan. En dan sta ik dus binnen een halve meter bij een coronapatiënt en dan gaat die app toch niet af. Dus dat vind ik zelf ook gek. Ja, dat is zeker gek voor iemand die werkt op een halve meter afstand van coronapatiënten. Je kan nog beter de biostabiel van Tieneke om je pols doen. Ik ben murf gebeukt. Gaat er dan helemaal niets goed? Is er nog geen enkel lichtpuntje op Black Friday? Jawel, dat is er. KPN merkt dat er weer meer thuis wordt gewerkt. Sinds de aanscherping van het thuiswerkadvies 1,5 week geleden maken mensen meer gebruik van het vaste netwerk van het telecombedrijf. We luisteren slecht, maar we werken wel weer meer thuis. Fijn, lekker thuis. Of wacht, waar vonden hiervoor ook altijd de meeste overdrachten van het virus plaats? Mis niks van het laatste nieuws met de NPO Radio 1-app. Download hem nu.